jaarlijks komen hier 600 journalisten naartoe naar Nijmegen om verslag te doen van dit geweldige evenement wat hier elk jaar op jaar op jaar weer plaatsvindt. Helemaal te gek om te zien. Van TV Gelderland tot SBS6, alles is hier aanwezig. Wij ook van MTV. En wij gaan kijken hoeveel Moergestelnaren wij dit jaar hier tegen kunnen komen. Welkom op de Nijmeegse Vierdaagse! En leuk en gezellig. Geen last van de regen gehad? Ja, gisteren. Nee, niet echt last. 'S morgens heel vroeg een bui. En 's avonds tegen dat we naar huis gingen. Voor blaren? Geen één. Nee. Dat kennen wij niet. En jij? Ook niet. Ook geen één? Hartstikke goede voeten hebben wij, joh. Weet jullie dat jullie de allereerste Moergestelnaren zijn die wij zien hier vandaag? Nee. Ja, echt? Wij zijn de meest rare persoon die je gezien hebt. Ja. En iemand in een trouwjurk. In een trouwjurk? Heel leuk. Ik viel weer in de prijzen. Ja. Welke prijzen? De eerste dag ging hartstikke goed. Ik voelde s'avonds mijn hart in mijn grote teen kloppen. Ik vond dat zo raar. We lachten er naar mee. Ik denk, mijn hart is gezakt in mijn grote teen. Nog geen ergheid. De tweede dag, toen dacht ik loop de hele dag op steentjes. Maar s'avonds deed ik mijn kousen uit. Op blaren. Ik deed weer mee. Dat weer gisteren, hè? De regen, nat geweest. Nat. Maar ja, ondanks alles is het toch wel meegevallen. Wat is nou de magie van de Vierdaagse? Ja, die mensen. Zo aardig. Zo lief, zo. Ja. Helemaal te gek. Gehoud ervan. Wat is de raarste persoon die je gezien hebt in die vier dagen? Jou. Ikke. Ik heb de lessen tot nu toe. Dat is de allerleste. En wat is de magie van die Vierdaagse? Dat weet ik niet. Dan lag ik afgewel geraakt eraan verslaafd of je doet het nooit meer. Jullie zijn er allemaal aan verslaafd? Ja, ik loop nou, ik zou één keer gaan. Ik ben nou de 15e keer dus. En hoeveel blaren? Nul. Nul? Nul. Te gek. Zo jaloers. Ik hoor net dat jullie al binnen bent. Waar zijn die kruisjes dan? Die moeten nog wel gaan halen. Ik krijg de laatste stempel halverwege Malden. Je krijgt vast een MTV-kruis. Oh. Is dat nou leuk? Ik moet boven het bed hangen. Kijk. Ja, je moet het goed bewaren. Goed bewaren. Ja, Rik, ook nog steeds een grote overwinning als je dan bent? Nee, dat zie ik zo niet. Nee, ik ben er heel nuchter in. Ik zie dat zo niet. Ik vind het wel leuk hoor. Ik zou het heel erg vinden als ik het niet zou halen. Ja. Maar daar ga ik niet vanuit. En wat is de allergekste persoon die jij gezien hebt? Ja, ook van de worst van de HEMA. Dat is een heel raar mens. Die loopt als een worst. Goeie, gisteren als een worst. Nou ja, die heeft worsten op de raarste plaatsen. Met die worsten zitten en hangen en staan. Die hebben wij nog niet gezien, denk ik. Nee? Ja. Super goed gedaan! Ja, Jan, normaal zien we op parcours en nou al langs. Maar ja. Je bent er niet uitgevallen, hè? Vertel. Niet gestart. Gewoon niet gestart? Geblesseerd. Geblesseerd. Dat is jammer. En zeker nu die laatste dag, als je zo weer ziet, dan prikkel het nog wel een beetje natuurlijk. Ja, dan doe het zeer, maar je gaat er volgend jaar gewoon weer meedoen. Natuurlijk. Dankjewel. Hoe is het? Ja, goed. En hoe was het?
Ja, leuk. Weer keileuk. Laatste meters zwaar wordt, maar keileuk. Laatste meters of laatste dagen? Laatste kilometers. Hier. En bij jou? Hoe ging het bij jou? Oh, sorry hoor, maar... Er komt even een aap langs. Ja, dat zien de mensen niet, maar... Nou, eigenlijk hetzelfde als Lian. Het is hartstikke goed gegaan de afgelopen dagen. Maar nu is het is goed geweest. En we hebben bij blaren allebei. Maar, en de laatste kilometers, het loopt niet door. En dan komt er weer zo'n harmonie langs waar gemeen een klintje ligt. Oh jee. Weet je, maar het is wel geweldig. De magie. Ik vind ook wel dat er verbondenheid onderling is. Want je hebt een doel om dit te bereiken. En wat ik heel erg leuk vind, dat je met alle bekende en onbekende mensen praat je gewoon. Die knopen gewoon een praatje aan onderweg dat je loopt over van alles en nog wat. En als je stil bent, tenminste zijn wij heel erg, dan wordt er van alles gepraat. We horen hele verhalen om hoe heen. Ja, ik vind dat wel bijzonder. We krijgen van MTV een mooi lintje. Ja, net echt hè. Oh, dan plakken we deze eroverheen. Zo, dat zie niemand meer. Oh, wat geweldig. En dan wensen we je nog een paar goede meters. Ja. En dan lekker. Ja. En dan lekker. Ja. Pilsje. Heerlijk droge witte wijn. Zalig. En dan omvallen en naar huis. Ja, 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 ja. Hey, dames. Hoe is het? Ja, geweldig. Het was superleuk. Echt helemaal geweldig. Alleen gisteren hebben we heel veel regen gehad. Maar verder hebben we alles... Het was allemaal prima, hè? Ja. Jou ook? Ja, wat moeizamer als vorig jaar. Maar ik heb hem weer gehaald. En wie heeft er blaren? Ik. Willemien en Lisette? Niks. Ja, maar het begint, dan denk je, ik ben gek. En als je het uit bent, dan denk je, super, tof. Alleen vandaag? Nee, alle dagen is leuk. Alle dagen is leuk. Elke ochtend dan denken wij, oh, waar beginnen we aan? Waar beginnen we? Om 3:30 opstaan. Ja, verschrikkelijk. En als we eenmaal op gang staan, dan denken we, oh ja, daar doen we het voor. Volgend jaar weer? Ga je ook een keer meelopen, dan weet ik wat het is. Vraag aan jou, volgend jaar weer? Ik wel. Ja, Willemien ook. Willemien? Dan zie je volgend jaar weer, hè? Oh, dan zien we volgend jaar. Nou, ik heb voor jullie nog een mooie MTV, lintje. Wij lopen mee tot de 200ste. Johan, ja, vertel. Ik heb het gehaald, hè, de 50 kilometer gelopen. Dus, is dat het eerste jaar dat je dat loopt? Ik heb vorig jaar de 40 gelopen, maar nu voor het eerst de 50. Maar moet je dan hier de 50? Of hoe zit dat dan precies? Ja, officieel. Ik heb vorig jaar buiten mededinging meegedaan. Liander... Nee, ja, maar daar heb je dus ook geen medaille gehad voor? Ik heb geen medaille, maar ik heb hem wel gelopen. Dus ik tel hem voor mezelf mee. Dus, maar ik heb nu de 50 gelopen. En volgend jaar dan denk ik dat ik gewoon de 40 loop. 50 was te veel van het goede of gewoon niet leuk? Ja, je komt over hele grote stukken heen waar ja, wat minder te beleven is. Die extra lust van die 10 kilometer, ja, dan loop je toch door een gedeelte niemandsland heen. En een ander heel groot nadeel is, het starten is morgens om 4:00, je moet om 2:30 je bed uit. Dat is niet prettig. Wij vinden van MTV gewoon een super prestatie. 50 kilometer, dat is volgens mij een van de weinigen die wij hier net gezien hebben. Dus dan heb je van vorig jaar ook een lintje, okay. Maar dan van de MTV. Ja, dankjewel. Nog een paar meter en dan mag je hem gaan halen, hè? Ja, komt helemaal goed. Dan, ik zal kijken waar ik hem ergens op speld. Maar ik denk niet dat je echt heel prominent plaatsje in het huis gaat krijgen. Dus gewoon, ik heb hem gehaald en that's it. Dit weekend toch wel? Dit weekend wel. Ja. Groot gelijk. Ik ga er lekker rustig. Heel veel succes, nog een paar meter. Bedankt, gefeliciteerd. Gefeliciteerd Annemarie, vertel, hoe is het gegaan? Ja, goed. Ik heb eigenlijk alles meegemaakt. Regen, wind, storm, verbrand. Ik heb met bepakking gelopen. Maar geweldig, ik had dit niet willen missen. Nee? Nee. Want je loopt alleen, dat is best een prestatie. Of dat is een hele prestatie om helemaal alleen te lopen. Heb je veel aanspraak onderweg? Nee, wanneer ik wil en wanneer ik zin heb. Als ik niet wil praten, praat ik niet. En als ik iemand leuk tegenkom en ik wil wel praten, dan heb ik leuke gesprekken gehad, ja. Best de allerraarste persoon die je gezien hebt. Daar is een vrouw geweest en die heeft een kledingstuk aangehad. Tot bijna aan de grond mee allemaal stropdassen. Helemaal? Ja. Jij hebt nou ook gelopen. Waarom is er nou de mensen dan volgend jaar toch weer zeggen? Vriendschap, geborgenheid, allemaal één. Het is een geweldig iets.
Je bent allemaal familie van elkaar. Ja, top. Super. Ik vind het een super prestatie. Wij van MTV hebben een medaille. We maken hem plakken. Ik plak hem ergens. Nog een klein stukje en dan kun jij jouw eigen kruisje gaan halen, jouw echte kruisje. Ik ga een echt kruis halen. En wij wensen jou heel veel succes nog de laatste meter. Zet hem op, supergoed. Gaat lukken, makkelijk. Ja, doei. Groetjes. Dames, de allerlaatste van vandaag voor ons aan. Hoe was het? Super, heel super, echt. Ja, gewoon geweldig. Eén feest. Eén groot feest. Eén groot feest. Eén groot feest, voorbij gevlogen. En jammer dat het weer afgelopen is. Ja, één groot feest. Ik zeg altijd, het is carnaval vieren. Alleen in plaats van bier drinken moet je lopen. Dus het is gewoon geweldig. Waar is de magie van de Vierdaagse? Dat is een goeie. De gezelligheid. Samenhorigheid. En het saamhorigheidsgevoel, het elkaar ondersteunen. Als iemand doorheen zit. Ja, een hoop onzin onder elkaar. Een hoop onzin onder elkaar. Een hoop onzin. Heel veel. Waar zijn we mee bezig? Heel dat volk achterna lopen. Maar als je dan hier weer staat, dan denk je, ja, daar heb ik het voor gedaan. Dat is echt, ja. Hoeveel blaren? Nul. Eén blaar op mijn kleine teen, maar mijn blaar is groter volgens mij dan mijn kleine teen. Dat is ook lastig. En jij? Eén blaartje op mijn kleine teen. Eén blaartje. En nou zijn jullie binnen. Dadelijk aan het bier. En dan wel op tijd naar huis? Of, ja, op tijd naar huis. Ja. Ja, we moeten op tijd naar huis. MTV. Onderscheiding. Dankjewel. In plaats van een gladiool. Die dingen zijn ook veel te zwaar om te dragen. En dan nog een paar meter en dan zijn jullie er, hè? Ja, ja. Heel veel succes! Ja. Het is voor het lange wachten, alsjeblieft. Oh, dankjewel, dankjewel. Ik ben helemaal blij. De groetjes, dames. Succes, hè? Maar even bijpraten op uitnodiging van Jan Timmermans. En daar ontmoeten wij ook de dames die er gisteren in Nijmegen zijn misgelopen. Henny van der Haring en Corrie van Hest. Dan nog samen op de foto en we kunnen thuis de blaren nog eens gaan natellen.